Zoveel taken die nog uitgevoerd moeten worden voordat het tijd is, jongens. Welkom bij een nieuwe video in Content V, jongens. We staan hier bij de takenmuur. Zoals ik net al zei, we moeten nog heel veel taken uitvoeren voordat de tijd is. Voordat seizoen 3 gaat beginnen en we seizoen 2 gaan eindigen. Dus vandaar dat ik ook lekker bij deze muur ga beginnen. Maar wat leuk dat jullie bij de video zijn. Klik heel even op dat duimpje omhoog. Ik bedoel, je bent nu toch op bij de video. Kan je net zo goed dat ook doen, weet je? Oké, maar laten we beginnen. We gaan de takenmuur even af. Ik ben vorige keer begonnen met de stadsmuur. Heb ik een kleine timelapse gemaakt waarin ik een soort dakje bouw op de muren. En dat wil ik dus ook over de hele muren gaan doen. Over de rest. Zoals het ware. Verder heb ik nog veel meer taken die we moeten gaan doen. We hebben de Enderek eindelijk gevonden. We hebben Willy de dorpsgek ook weer een keer teruggezien. En Berend, de bibliothekenguy. Mijn allereerste villager uit deze hele server. Vandaag wil ik misschien denk ik even verder gaan met de stadsmuren. Of ik wil het plein net buiten de poort maken. En dan gelijk misschien, waar staat hij? De oude stadspoort renoveren. Is ook wel leuk om te doen. Als we even die kant op lopen richting de stadspoort. Is het denk ik wel even een leuke om deze ook helemaal te gaan renoveren, jongens. Ik heb het al meerdere keren gezegd. Maar deze muur hier is gewoon te koud. Deze, ja, wat is het? Ik kom niet op het woord. Toren is ook gewoon een beetje kaal. Dus het is denk ik tijd dat ik die ook dan even ga renoveren, weet je? En dan hier wil ik een marktpleintje doen. Ik wil de bomen hier dan even weghalen. En dan gewoon dit ook mooi rondmaken. Misschien een pad daarheen. Gewoon even, letterlijk. Het hele boerengebied is mooi. Behalve het gedeelte waar je de stad binnenkomt. Dat ziet er gewoon nog echt lelijk uit. En dat is gewoon niet mooi, jongens. En dan... Oh, maar deze. Dat is Fred, jongens. Wat is Fred aan het doen? Fred, hoe lang sta je er? Hoe lang staat hij er al? Heb ik hem gewoon gemist? Zou ik al die tijd deze kant op kijken? Maar Fred, ik kom eraan. Ik kom eraan. Fred, wat zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen in de stadsmuur? Waar ben je? Hij is weg. Hallo? Fred? Hallo? Waar is hij? Ben je boven, Fred? In de toren? Oh, maar deze, waar is hij? Fred? Hey! Hey, Fred, achter je. Hallo? Zie, kan je wel wat zien met die helm op, joh? Nee, ik zet hem af. Oh, hey. Hi. Hey, hoe is het? Tijd je niet gezien? Nee. Nee? Druk geweest. Met wat? Administratie. Ik liep achter. Bij wat? De bank. Oh, jongens. Fred is natuurlijk zijn geheugen verloren. Hij is echt een tijdje geleden ontslagen bij de bank. Wacht. Maar hij denkt dat hij er nog steeds werkt omdat hij toen door het ijs was gezakt en weet ik voor wat. Jullie kennen het wel. Jullie hebben het gezien. Fred, kom eens terug. Fred. Fred. Hallo. Waarom loop je van me weg? Wat heb ik... Dit is de snelste route naar de bank. Ik moet werken. Weet je, we gaan wel even naar de bank. Ik loop wacht. Ja, ga maar. Ja. Fred, weet je zeker dat dit de snelste route is? We lopen inmiddels over de stadsmuur achter het boothuis, waar ik echt nooit kom. En hij loopt gewoon door. Ik ben benieuwd wat voor route hij denkt dat dit is waar we uitkomen. En nu? Nu staan we hier. Ja. En dan? Ja. Niet goed. Niet goed, hè? Nee, laat wacht. Volg mij maar eventjes. Kom maar, Fred. Kom maar. Hier gaan we zo. Hoppakee, zijn we de toren uitgelopen. Hoppakee, een beetje een rare deur, maar dat maakt niet uit. Komen hier langs het pleintje, die we eigenlijk ook nooit gebruiken. En dan zijn we bij de bank. Maar Fred, wat kan jij je herinneren? Wat is letterlijk... Welke dag is het vandaag? Woensdag. Welk jaar leven we? 2002. 2002. Grapje. Oh, 2022. Kijk, Fred, daar gaat er al wat fout. We leven inmiddels in 2023. En kom even met me zitten. Kom maar even zitten. Een tijdje geleden ben jij ontslagen uit de bank. Je bent door het ijs gezakt. Je hebt geheugenverlies. Waardoor je denkt dat je hier nog steeds werkt. Ik dacht, ik kan er wel doekjes omheen winden. Maar dat is de situatie. Ja. Ja. Was een goede film. Nee, geen goede film, Fred. Dat is een serieuze situatie. Nee. Jawel. Hou op. Ik vind dit niet leuk. Dat is de situatie. Ik ga naar huis. Nee, Fred. Hallo. Jongen, die Fred weet gewoon... Hij werkt niet meer bij de bank. Hij heeft het schilderij hier gestolen. Hij heeft letterlijk gesolliciteerd bij de rechtbank. Daar mag hij gaan werken, want daar is binnenkort de rechtszaak, jongens. Waar is hij nou? Hij is naar huis. Oh, maar deze... Oh, ik heb wel een nieuw huis voor hem gebouwd. Oeh, wacht, dan gaan we trouwens even tegelijk tegen hem vertellen. Ik heb namelijk dat groene huis voor Fred gebouwd een paar afleveringen geleden. Fred! Fred! Oh, mijn god, dat is schrik met mijn kop. Wat is er? Fred, kom terug! Wat is dit? Fred, kom terug! Oh mijn god, wat is er aan de hand? Wat doe je? Wat is er? Waar schrok je zo van? Wat is er aan de hand in zijn huis? Ja, het is helemaal kapot. Maar dat heeft hij toen zelf gedaan, omdat Fiona met... Oh mijn god, hij weet waarschijnlijk niet dat hij dit zelf heeft gedaan. Hij weet waarschijnlijk niet dat hij zijn eigen huis... Oh mijn god, wacht. Hallo? Fred? Hallo? Fred? Bent u? Hallo? Waar ben je? Hallo? Fred? Nee, wat doe je? Hier, hallo? Waar ben je? Wat is ik hier? Ik ben gewoon hier. Oh, daar. Wat doe je? Politie, hallo. Politie, er is ingebroken in mijn huis. Fred, hallo? Stop even. Frank is al... Fred is al lang dood, man. Kom even. Fred, ik bedoel, Frank is al lang dood, man. Kom even. Ingebroken. Politie. Fred, rustig aan. Even op adem komen. Fred, voordat je het water invalt. Kom even op adem. Kom even... Je hebt niet eens trouwens adem. Je bent een robot. Ja. Kom even op... Olie? Doe niet zo stom.
Er is ingebroken in mijn huis. Rustig en jij maakt grapjes. Ik maak geen grapjes. Dit heb je zelf gedaan. Ik vertel het je. Jij leidt geheugenverlies. Je bent vergeten hoe en wat. Dit heb je zelf gedaan toen Fiona vreemd ging. Oeh, trouwens, volgens mij wist hij dat nog niet. Fred? Shit! Fred, waar ben je? Mijn tv is kapot. Ja, Fred, joh. Dat heb je allemaal zelf... dat heb je allemaal zelf gedaan. Fred, kom even. We moeten heel even zitten, kom. Hier gaan we even bij Post Pizzeria gaan we lekker zitten. Zo, neem plaats. Waar ben je? Die Fred, die luistert ook nooit, hè. Fred, waar ben je nou? Waar ben je? wat is er? Waarom ben je zo verdrietig? Mijn spelletje is kapot. Je beamer daarachter. Ja. Dat heb je ook zelf gedaan, Fred. Weet je dat niet meer? Nee, dat zou ik nooit doen. Ik had een nieuwe highscore. Fred, op het moment dat Fiona vreemd ging en nu samen met Frits is, toen heb je dit allemaal gesloopt. Doe niet zo, mal. Hoezo? Mal. Mal. Maar weet je, dit brengt me even op een goed punt. Kijk, dit is niet meer jouw huis, weet je? Dit is zo op een keer. Jij woont hier niet meer. Ik heb een nieuw huis voor jou gebouwd, Fred. Want ik weet dat jij dit helemaal gemold hebt. Misschien weet je het zelf niet meer, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, je hebt het nu van mij gehoord, dus dan weet je het weer. Maar ik heb een nieuw huis voor jou gebouwd. Oké. Wil je hem zien? Ja. Dan loop maar even mee, kom maar. Kijk, ik dacht, weet je... Ik wil daar niet wonen. Hoezo niet? Nee, ik woon daar. Jij woont daar niet meer, Fred. Het is helemaal kapot. Ik heb een veel leuker huis voor jou. Waar zit je naar te kijken? Dit is niet jouw huis. Kijk, een flashback. Flashback, oh. Kijk, als we nou hierheen, dan heb je hier tegenwoordig mooie stijgers en zo. Dus je kan je genieten gewoon van het nieuwe gebied. Het is nog volledig, je bent ook gewoon weer weggelopen. Wat ben je allemaal aan het doen, man? Lopen. Ja, kijk. En ik dacht, weet je, je hebt hier de rechtbank. Hier werk jij natuurlijk tegenwoordig als receptionist. Nee. Nou, dat weet je misschien niet meer. Maar kijk eens wat ik daar gebouwd heb voor jou. Ik ga hier wonen. Joh, het is groen. Ik heb helemaal groen voor jou gebouwd. En kijk hoe groot het is. Het enige wat je nog even moet doen is zeg maar een muur. Het gaat heel lang door. Nee, Fred. Je moet alleen nog even een muur hier bouwen. Oh, Fred. Fred. Fred, waar ben je heen? Fred. Wacht, ik kom eraan. Fred, waar ben je? Au. Fred, waar ben je? Help. Wat doe je dan? Sinds wanneer zit je zo'n grote grot? Oh, maar deze, wat is dit, gast? Dat is donker hier. Fred, wat zijn we aan het doen? Wat doen we hier? Ja, dat weet ik ook niet. Oh, mijn god, we zijn in een grote grot beland. Huh? Waar gaat dit heen? Ik wil naar boven. Ja, dat snap ik. Dus je kan hier wel je grote mancave maken, Fred? Je Fred cave? Hoezo niet? Zij. Nou, maar kijk, ik heb dit huis voor jou gebouwd. Kan je hier lekker gaan wonen, Fred? Dan kan je je eigen meerdere verdiepingen creëren. Heb je zoals groene muren. Het enige wat je moet doen is deze muur nog even dichtbouwen. En je moet gewoon nog je eigen inrichting doen. Maar ik heb vertrouwen in het feit dat jij dat gewoon kan. Jij bent Fred de robot. Dus ik zou vast even de itemframe zou ik hier plaatsen. Zo, op een keer. Dat betekent dat jij hier weer woont. Zo, huis van Fred. Helemaal top. Ben je er blij mee? Dan zit je naar te kijken. Wat zie je? Het lijkt wel een decorstuk. Het lijkt wel een decor. Ja, het is eigenlijk alleen mooi van buiten inderdaad. Maar dat zeg ik. Ik weet zeker dat jij het gewoon mooi kan maken. En je weet het misschien niet. Misschien moet je gewoon weer even je herinnering. En even een software update of zo doen bij jou. Ik weet het niet. Maar jij werkt hier. Dit is jouw nieuwe baan. Jij werkt hier als receptionist. Dat heb je fout. Hoezo? Nee, dat is echt zo, Fred. Jij werkt niet meer bij de bank. Ik heb administratie te doen en ik moet nu weer verhuizen. Dus ik verzoek jou vriendelijk om hier te vertrekken van mijn erf. Hoezo? Ik sta niet eens op je erf. Ik sta gewoon hier op de straat. Wat is dit? Wat is wat? Oh, dit wordt het museum van Alfred. Daar zijn we ook nog druk mee bezig. Alfred. Alfred de... Ja, dat is trouwens, jij het ook Fred, maar hij heet Alfred. Nee, dat is de Alfred. Ik was Alfred. Hij kan niet Fred zijn. Ik was Alfred. Nee. Jij bent Fred en hij is Alfred. Nee, ik ben Alfred. Nee, jij bent Fred. Ja, dus ja, dan jij kan bent, hij jij niet bent... Alfred zijn, want nee. Ik ben Alfred. Nee, jij bent ook Alfred. Ik snap wat je bedoelt. Jij bent ook spatie... Nee, je bent al spatie Fred. Maar hij is gewoon Alfred, niet al spatie Fred. Verwarrend. Ik ben Fred. Er kan maar één Fred hier zijn. Maar... hij is Alfred. Nee, ik ben Alfred. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ik snap je verwarring. Maar jij bent Fred... En hij is Alfred. Zijn naam is Alfred. A-L-F-R-E-D. Nee, kan niet. Ik ga verhuizen. Vriendelijk bedankt. Tot ziens. Nou, jongens, Fred is blij met zijn huis. Ik weet niet hoe hij... Wacht even, ik moet wel zeggen wat. Fred? Alfred wordt wel je buurman. Wat doe je? Oh, je kan me niet horen. Maar de muur... Wacht even. Kijk, dan gaan we wel zo... Fred, ben je? Wat doe je nou zo? Hoor je mij, Fred? Maar je schudt nee, terwijl ik zeg, hoor je me? Shit, bedrapt. Nee, Alfred wordt je buurman. Die gaat hier in het museum, gaat hij daarboven waarschijnlijk wonen. Dus ik hoop dat je hem leuk vindt. Ik zorg voor geluidsoverlast. Weet je, Fred, steek erin. Succes met je huis. Wat ga je doen? Het is nog leeg van binnen, Fred. Er is het is hol. Ja, het is hol, daarom. Maar... Er kan maar één Fred hier zijn. Ik ben Alfred.
Nee, jij bent inderdaad Alfred. Maar hij is ook Alfred. Hij is Alfred. Ja, weet je, ik had 100 keer zeggen, maar ik ga er vandoor. Fred, veel plezier met je huis. Succes met de verhuizing. Laat maar weten wanneer het klaar is en dan kom ik een keer een kopje olie drinken of zo, oké? Joejoe. Oké, jongens, nou, dat is allemaal gedaan net. Laten we even verder gaan naar de muur. Wat gingen we ook weer doen? Ik wilde de, wat is het, plein net buiten de poort bouwen. Dus laten we daar ook gewoon even oranje van maken, zo. Stadsmuur upgraden zijn we ook aan begonnen, dus houden we oranje. En ik wil de oude stadspoort renoveren, wil ik even op oranje zetten. Dat betekent dat we daarmee bezig zijn. Laten we dan nu gaan... Jemig! Wat gebeurt er? Wat is... Wat? Oké, het is... Jongens, wauw. Ik hoorde echt een zieke explosie en alles begon even te schudden. Huh? Volgens mij kwam het hier vandaan, hè? Jemige, ik heb dat oprecht nog nooit in Content Veen gehad. We hebben wel vaker gekke dingen. Trouwens, één keertje is die raket op gaan stijgen. Toen trilde alles ook en zo, maar waar ben ik dan nu mee bezig? Wat is er gebeurd? Wat hoorde ik? Huh? Oh mijn god, ik zag de vuur. Ik zag vuur in de verte. Wat is daar? Wat? Oh, wat is dit? Wat is hier gebeurd? Oh... My days, ik denk al, wat hoor ik? Alles begon te trillen en schudden en ik hoorde al explosies en zo. Oh, my days. Wat is hier Het lijkt wel een neergestort vliegtuig, hé. Oh, wat is dit nou? Oh, my days. Oh, ik moet niet in de buurt komen. Straks ontploft het allemaal. Dan ben ik dood, jongens. Wat? Wat is dat? Wat is dat? Boeian! Boeian, wat doe jij daar? Oh my days, ik snap hem al. Boeian was natuurlijk op vakantie, jongens, naar Jamaica. En ik hoorde al van Boer Martin dat zijn vliegtuig de hele tijd vertraagd was. Maar volgens mij is zijn vliegtuig neergestort. Oh my days, ik zie het al. Ik zie al wat hier gebeurd is. Die boom is natuurlijk veel te hoog. En het vliegtuig is er tegenaan geknald. En Boeian, ik ga hem helpen. Ik ga hem helpen, jongens. Geen zorgen, ik heb een elytra. Laten we er eerst even rustig heen lopen. Oh my days, wat is het? Een puinhoop hier. Er liggen overal brokstukken. De bomen zijn helemaal kapot. Oh my days. Kijk dit nou. Kijk dit nou. Het vliegtuig is letterlijk neergestort van Boeian. Hij was op vakantie. Wat een sukkel. En hij had sukkel. Hij kan er ook niks van doen. Wacht even. Jan. Help me. Wat is er gebeurd? Wat? Maar je hebt een vogeltje op je schouder. Van vakantie, ja. Oh, die heb je meegenomen van vakantie. Ja. Yeah. Wat is er gebeurd? Oh, wat is er met je vliegtuig gebeurd? Wat is... Vlog jij? Was jij aan het vliegen? Ik ben piloot, ja. Je bent piloot. Jij dacht, je vliegtuig vertraging gebeurde te veel. Jij gaat zelf vliegen, maar heb je de boom niet gezien hier of zo? Ik was aan het tinderen. Je was aan het tinderen? Tijdens het vliegen? Nou, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik blij ben dat die boom me tegen heeft gehouden. Want zeg maar, anders had je heel hard tegen mijn kasteel aangevlogen waarschijnlijk. Ja, dat kan wel. Ja, dat kan zo, ja. Dat kan wel, ja. Maar, jemig, Jan. Wat vind ik hier? Wat is... Hoe kan dit, hè? Je hebt letterlijk... Kijk wat je met het landschap hebt gedaan. Het ziet er niet uit. Het is kapot. Maar ik ben wel thuis. Je bent wel thuis. Kijk, je ziet dat er veel veranderd is in de tijd dat je weg was, hè? Wat? Voor een dikke trekker! Ja, mooie dikke trekkers staan in het land. Maar Jan, hoe kom je nou beneden? Ik heb een vogeltje. Ja, daar kan je niet mee vliegen, Jan. Dat is een beetje ding. Ik bedoel, er zijn finds, dus je zou naar beneden kunnen. Maar ik kan je ook niet lighter geven als je wil, omdat je naar beneden vliegt. Ik weet niet of je weet hoe die werkt. Of je kan ook brandweer bellen. De brandweer? Ja, we hebben geen brandweer. Ik kan wel wat water voor je neerzetten beneden dat je erin kan springen. Moet ik dat doen? Is het veilig? Ja, het is veilig. Dat is op zich wel veilig. Ik bedoel, er is niet echt een andere manier hoe jij hier nu veilig naar beneden kan. Ja, via de finds. Maar dat is een beetje... Ik moet eerlijk zijn, ik ben een beetje in shock. Ja, ik snap dat je in shock bent, dus misschien is het dan beter. Zou ik gewoon wat water neerzetten voor je? Heb je ook water voor mij? Ik kan ook al gelijk wat water halen. Ik bedoel, ik kan gewoon heen en weer vliegen, dus dat is voor mij het probleem niet. Maar ja, jij kan niet naar beneden springen, want dan ben je zo dood. Oh, mijn spullen zijn ook weg. Oh, je spullen zijn weg. Weet je, ik haal water voor je, dan springen we naar beneden en dan ga ik gewoon... Dan gaan we even kijken wat we... Misschien vinden we nog wat spullen van je, oké? Ja? Prima, weet je, ik ben zo terug. Ik ga het voor jou. Ga jij even zitten, kom even niet zo dicht bij het randje. Ga even hier zitten zo. Ik weet daar helemaal niet meer. Ik snap het, Jan, maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Jemig, moet je zien wat die Jan, die heeft gewoon... Die was zelf aan het vliegen. En dit is waarschijnlijk een van zijn spulletjes. Een visengel. Oh, natuurlijk is de visengel met een worteltje eraan. Jemig, Jan, jongen, wat is dit allemaal? Hier, nog meer troep. Oh my days. En wat is dit hier? De bloemen zijn ook gewoon dood. Ze zijn helemaal verbrand allemaal. We gaan even wat water voor hem halen, want dan kunnen we hem naar beneden brengen. En dan moet ik even naar een ender chest, want ik weet dat ik daar heb ik in zitten. Hier, hoppakee. Een bucket met water. Dan ga ik er even twee meenemen, of althans gewoon een bucket. En daar kunnen we in doen, natuurlijk. Water. Hoppakee, zoals dit. Zo. En dan vliegen we weer even omhoog. Die Jan, jongens, is gewoon neergestort met zijn vliegtuig uit Jamaica. Oké, Jan. Als ik het hier plaats, kan je er dan denk je inspringen? Ik kom even kijken. Hier beneden, hier. Als ik het zeg maar, als ik hier nu gewoon wat water plaats, zo. Is dat denk je veilig voor jou? Ja, dat denk ik wel, ja. Kijk, 1, 2. Zou je daarin kunnen? Ik probeer het, ja. Oké, kom maar. Gaan we samen zoeken naar je spullen.
Oh. Hey! Goed zo, Jan. Oh, jongen, jongen. Hoppakee. Kom maar. Gaan we er weer uit. Trouwens, die kunnen leeg blijven. Oh, ik heb nat poten. Ja, ik snap, je hebt een heel nat lichaam. Ik vloog over een oceaan in, hè. En ik ging al piepen. En ik denk, nou, niet in een oceaan. Ik probeer hem verder te vliegen. Dan knal je maar tegen een boom, in plaats van dat je een oceaan crasht. Je bent letterlijk tegen de boom aangeknald. Toen heb je die bomen daar heb je allemaal gesloopt. En de rest van je vliegtuig ligt daar, hier en overal. Weet je? Jan, laten we even, kom even mee. We gaan even kijken naar de crash site. Ja, verzeker je. Ik had zoveel mooie spulletjes meenemen van mijn vakantie. Wat had je allemaal mee? Wat had je allemaal mee? Ja, oh, jij had zeker allemaal souvenirtjes meegenomen. Ja, ik heb heel veel souvenirs, jammer voor mij. Oh, zou ik helpen met zoeken? Misschien dat we nog wat kunnen vinden bij je souvenirtjes. Denk je niet dat dat maar verbrand is? Ja, we kunnen altijd kijken. Ik zag net al wat dingen liggen. Kijk, ik dacht al, wat is dat? Maar dat zal dan wel voor jou zijn. Ik had een hele mooie vesthang nog gekocht. Kijk, deze bomen hier zijn ook helemaal afgebrand. Nee. Je had een fashion check? Nee, een vesthang. Oh, een vishengel. Ja, een hele mooie vishengel. Ik denk, het is echt een speciale vishengel met een wortel eraan. Ja, kijk, die ligt hier. Die heb ik hier gevonden. Kijk. Oh, hij is er nog. Hij is er nog. Hij is niet verbrand. Hoe goed is dat? Top, hè? Hij is fantastisch. Hij is helemaal goed. Maar, Ja. Wat heb je nog meer verloren? Wat heb ik nog meer verloren? Ja, we zien dat we... Weet je, we gaan wel gewoon even zoeken, oké? Ja. Ik weet één ding heb nog. Ik had een heel mooi... Een soort van kristal. Een beetje paars was die, met een beetje wit glans. Oh, die heb ik ook gezien. Die is... Hier, wacht, ik doe het vuur even uit zo. Ja. Die is hier. Dat is een bloem. Hé, dat is mijn bloem! Is dat een bloem? Is dat je kristal niet? Nee. Oh, nou, die is van jou. Ah, een paar bloemjes daar. Hier, pak hem op. Hij was heel duur. Hij was heel duur. En ik zag hier net ook al liggen. Wat is dit? Koffer Jan. Is dit je koffer ligt hier? Zit er spullen in, ja. Dat weet ik niet. Je kan wel even kijken. Hier is je koffer. Kijk zelf maar. En? Er zitten geen kofferspullen in. Ah, weet je, zeker. Doe de spullen die we hebben gevonden vast in de koffer. Ja. Dan gaan we de rest gaan we nog even zoeken, oké? Ja, hij is een hele goeie. Hier, dan zak ik de koffer weer voor je. Dan mag je je koffer bij je halen. Weet je wat het is, denk ik? Nou? Ik was mijn koffer aan het inpakken, alleen ik kreeg de rits niet in. De rits? Oh, dus alles is zeg maar... Ja, dat denk ik wel. Verschrikkelijk. Weggevlogen. Weet je, we gaan gewoon even op zoek. Misschien vinden we nog wat dingetjes en zo. Ja. Pas op voor het vuur, pas op dat er niks ontploft en zo. Als je wat hebt gevonden, laat het weten. Ja, ja. Ik kijk wel van bovenop het vliegtuig of hier bovenop de boom, want hier ligt ook van alles allemaal kapot. Hey, ik heb een bekertje gevonden. Is dat iets? Ja, die heb ik gebakken, ja. Dat heb je in gebakken. Ik pak hem wel voor. Ja, ik heb een bekertje voor je. Die heb ik speciaal gebakken op vakantie, samen met een hele goede maat die daar ontmoet daar zo. Oh, en die hield ook van trekkers en van dikke wietplantages. Ja. En daar heb je een pot mee gebakken. Ja, hele goede man was dat. Alleen ben je zijn naam kwijt. Oh, wat heb je gevonden? Wat is dat? Ja... Dat wijs het ook weer. Volgens mij was het gewoon een papieren zakje die ik had meenomen. Er zat wat koekjes in voor deze vlucht. Nou, neem maar mee. Laat niks laten liggen. Ik zie daar, zie ik ook een wat lijkt op honing, zie ik liggen. Honing? Ja, daar. Aan de overkant ligt iets van, ligt een flesje met iets. Dat was ook mooi. Wat was dat? Dat moet ik nog een keer vertellen, joh. Ik was dus bezig met een heel mooi meisje zo, daar zo. Een meisje ontmoet zo. En die hield van honing. Dus ik ging met mijn shamanische kunsten ging een beetje kieken of ik honing kon regelen in het dorpje daar. En dat heb je daar geregeld? Ja, maar ze hadden er ook, weet je wat ze hadden? Nou? Een dikke bak met bieten. Dikke bak met bieten. Ja, en toen was ik helemaal verkocht daar zo. Dus ik ging helemaal niet meer verder met zoeken naar die honing zo. Jan, ik geloof je verhaal. Ga jij lekker je honingje pakken, ik help het verder zoeken, oké? Okay? Ik wil graag alles zo meteen horen met een lekker kopje bietensoep en dan kunnen we het erover hebben. Eerst even je spullen pakken voordat de boel hier oploft. Heeft Martin mijn bieten beoogd? Wat? Martin mijn bieten beoogd. Martin heeft volgens mij je bieten geoogd, ja. Ja, dat moet wel. Het wordt ook al donker, dus laten we opschieten. Ja. Heb je een bakje honing al? Nee, dat ligt hier zo. Ah, je bent er bijna. Kom, ik zie hier volgens mij ook nog wat liggen. Hierachter. Wat is dit? Ja, ik heb hier een schilderij gevonden. Dat meen je niet. Ja, wat is dat? Is dat goed? Is dat van jou? Dat is van mij, ja. Top. Alleen, ik weet niet meer wat voor schilderij. Ja, ik ook niet, maar het is een mooi... gewoon een schilderij. Ja, ik heb hem gevonden. Wat heb je gevonden? Mijn kristal. Die bloemen doen pijn, jezus. Mijn kristal, zie je zo. Je hebt je kristal? Wacht, ik kom eraan. Ik ga even hier beneden kijken. Oh, ik heb hier nog een, wat is het? Een kaars gevonden. Die neem ik ook mee. Wacht, ik kom naar boven. Die was roze toch, hè? Ja, roze kaars. Ja, die was voor mijn date. Ik kan de kaarsje opstoken. Ja. Oh, die was met je date. Waar ben je? Waar ben je met je kristal? Hier onder de kruis. Oh, hier, ik zie jou. Ja. Kijk, hier ligt Hier is je mooie kristal. Nou, neem hem snel mee. Hier, dan heb ik dit ook voor je. Je potje die je gemaakt hebt. Je bloemen, wat is het? Je kaars en je schilderij. Dan kan ik gewoon allemaal in mijn koffer zetten. Zo. Wat mis je nou nog? Ja. Ik was in een diepzeedeuken geweest. En daar had ik een heel mooi
En er ging geel voor in je. Wat? Er was een geel bloempje, die groeide daar en die man zei zeldzaam. Daar kan je medicijnen mee maken. Oké, weet je, ik ga nog even zoeken naar een geel bloempje, oké? Ja. Oh, dat was zo mooi om die te vinden. Op de boom kijken hier. Kijk jongens, op de boom. Ligt daar nog iets? Ik ga dit vuur gelijk uitzetten. Dat is op de boom voordat er het hele bos afwikt hier. Wat is dit? Huh? Wat is dit? Ik weet niet wat het is, jongens. Laten we maar aan Jan geven. Geen idee wat het is. Maar misschien is het wel van hem. Jan, ik heb nog wat gevonden. Ik weet niet wat het is of het van jou is, maar dit lag op de vleugel hier. Wat is het? Hé, hey, vogeltje. Ja, mijn vogeltje. Weet je waar ik mijn vogeltje heb gevonden? Jan. Nee, ik had mijn voeltje, ik was met mijn mannen met een jungle beest geweest. Ik was met mijn mannen met een jungle geweest. En toen kwam ik een voeltje tegen. We waren zo lekker aan het voelen met een mooie dikke auto. Ja. En toen kwam ik dit voeltje tegen. En dan was ik direct helemaal verliefd op die. Maar we moeten één ding hebben, een geel bloempje. Zoiets hebben. Zoiets. Ja, zoiets. Dat leek op, ja. Maar je hebt me in je handen. Oh ja, ik had het niet gevonden. Oh mijn god. Ja. Oh mijn god. Weet je? Deze keer helemaal niet meer. Helemaal top. Maar wat was het groene wat ik aan je gaf? Waar? Nou, weet je, laat maar. Dat maakt niet uit je handen. Blijkbaar wil je niet dat ik weet wat het is. Laten wij lekker naar je huis gaan. Is dit alles? Oh, daar zie je een creeper. Pas op. Is dit alles? Of moesten we nog meer? Ja, ik denk dat we alles ziet. Ja, oh, mijn god. Nog een creeper. Waar komen die creepers? Oh, nee, dit is niet vier hier. Oh, mijn god. Ik ben bang. Oh, oké. Hij is dood. Maar waar ben je? Ja, ik ben bang. Waar ben je dan? Even stopt aan de boom. Een boom? Ja, ik kom wel weer tevoorschijn. Ook een boom. Oh, daar. Oké, kom, laten we lekker naar je huis gaan. Het is donker. De creepers komen alweer tevoorschijn en zo. Yeah. Daar zijn we allemaal geen zin in. Volgens mij hebben we alles wel gevonden, hè? Ja, maar die creepers had je daar niet, hè? Nee, die had je niet in Jamaica. Ja, was het verder leuk daar gewoon. Hé, daar gaat Julian. Die is lekker aan het vliegen daar. Ja. Yeah. Maar verder. Hey, was het nou leuk, bedoel je? Ja, was het leuk verder in Jamaica? Nee. Oh. Nou, ik ben blij dat je thuis bent. Alleen, ik ben heel blij met mijn voeltje. Ja. Wat zeg je? Ik ben heel blij met mijn voeltje. Ja, dat snap ik. Hoe heet hij? Oh, Jan, we moeten doorlopen. Jan. Weet je hoe die heet? Nou? Knor. Knor? Knor. Knor. Kom mee, Jan. Ik wil je veilig thuis brengen. Loop even door. Ik zit je alleen maar te beschermen hier van alle monsters. Ja, maar ik ben moe. Ik heb een hele lange vlucht natuurlijk. Een hele lange crash. We zijn bijna thuis. Kom mee. Verdomme. Kan ik je lekker naar je hooibed brengen en zo? Dan kan je lekker chillen daarna. Dat heb ik wel gemist, ja. Ik lag alleen maar onder van die dekens. Van die gewitdekens. En met een kussen. En het lag voor geen meter. Witte dekens met je noemt gewoon een normaal bed in plaats van onder hooi. Nee. Oké, Jan, welkom thuis. Ik ga de vliegtuig crashen, ik wel opruimen, oké? Is er een wachtwoord? Ja, er is een wachtwoord voor je wifi-put. Het is graanpieper. Oh. Dus, ja, ik heb alleen geen telefoon. Ja, maar dat maakt niet uit, joh. Ik bedoel, ik weet niet waar jij wifi dan voor nodig hebt. Maar welkom thuis, joh. Kom, je komt zo binnen. Deze zijn mooi groeit. Ja, wat is dit, Jan? Wat is dit? Wat denk je zelf, ja? Ja, weet ik niet. Planten. Ja, joh, weet je, ga lekker naar binnen. Ja. Zoek het uit. Ik heb je gered. Je bent niet eens dankbaar. Wat ben jij dan dankbaar? Oh, ik heb postkin. Ik zie je wel in de rechtbank, Jan, want die is klaar, oké? Oh, een verjaardagskalender. Ja, je hebt een gezicht op je kont. Een verjaardagskalender, heet die. Ja, dit is de verjaardagskalender. En ik sta er niet eens op. Nee, alleen vrienden. Ben ik geen vriend? Nee, jij moet daar. Oh mijn god. Jan, fijn je terug te hebben. We hebben het binnenkort over onze rechtszaak, oké? Want die is klaar, de rechtbank. Dus we kunnen hem eindelijk houden. En dan zien we elkaar daar wel, oké? Ja, maar, jij hebt ook al gewonnen. Nee, heb je niet gewonnen. Ik rijm je zootje daar wel op. Dat komt goed. En dan spreken we elkaar snel. Ja, maar ik kan een nieuw vliegtuig maken voor mij. Ik ga een nieuw vliegtuig maken voor je. Ja, die wil ik hier graag achter in de tuin hebben. Die krijg je niet achter in de tuin, want dat past niet. Doei. Jongens, wat is die Jan toch ook weer een figuur, hè? Heb ik hem geholpen met zijn spullen terugzoeken en weet ik voor wat allemaal. En volgens mij, ik weet het eigenlijk wel zeker dat het gewoon wiet is wat hij aan het verbouwen is. Dat ik gevonden had boven op de boom, maar... Elke keer als ik over dat onderwerp begin, dan is het, ik weet niet wat er met Jan gebeurt, maar dan gaat hij toch over een ander onderwerp praten, weet je? We gaan dit niet deze aflevering meer weghalen, er is geen tijd meer voor, er is ook letterlijk gewoon geen tijd meer om dit gebied hier te doen. Laten we even slapen, want het is gewoon donker, dat vind ik niet leuk. Nou, dan wordt het maar volgende aflevering een beetje progressie, jongens. Ik bedoel, ik wou hier nu van alles doen, maar dat is niet gelukt. Kijk, die Jan die is weer lekker op pad aan het gaan, hij moet oppassen voor die zombies, maar dat zal allemaal wel goed zijn. Ga lekker de stad in, Jan. Boodschappen doen. Even boodschappen doen, nou ja, dat snap ik. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Ja, mijn bakjes zijn op. Bakjes voor bieten zijn op. Ah, de bakjes voor de bieten zijn op. Ja. Yeah. Ah, dat heb je wel eens. Maar goed jongens, dan was dit voor vandaag de aflevering. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. De volgende aflevering gaan we verder met de progressie van onze nieuwe takenmuur. Gaan we kijken wat we daadwerkelijk af kunnen vinken. Want nu hebben we echt geen drol kunnen doen. Omdat Jan was neergecrashed. En omdat, weet ik veel wat allemaal, deze aflevering. En dan nu, hops, kijk lekker deze video. Want dit is namelijk het vorige content van 1.0. Heb je hem nou gemist, moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date van A tot Z tot B tot G. Alle letters van het alfabet. En nu spreek ik later glaasje water. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!